We zijn vandaag op pad met een auto die al een aantal jaren een van de populairste auto's in Nederland is. Vorig jaar stond hij op nummer 4 en nu is hij ook facelift, de Volkswagen Polo. Waar Volkswagen normaal gesproken erg minimalistisch is met hun aanpassingen aan een vernieuwd model, heeft deze facelift van de Volkswagen Polo toch wel een aantal grotere veranderingen gehad. Zo heeft hij hele nieuwe lichtunits, hij heeft een veranderde onderbumper en hij heeft de matrix koplampen vanaf een wat hogere uitvoering met een doorlopende lichtgevende strip. Ook in het interieur heeft Volkswagen een aantal mooie veranderingen bij de Polo doorgevoerd. Zo heb je tegenwoordig standaard een digitaal dashboard waarop eigenlijk alle gegevens te zien zijn. Ik vind dat heel erg prettig. Je kan eventueel ook je navigatie daarop zetten. Dan heb je nog een groot multimedia scherm hier. Er is Apple CarPlay, draadloos en je hebt draadloos opladen bij een wat hogere uitvoering. Panoramadakje zit ook in deze auto, de Airline. En verder heb je hier climate control aan twee kanten. Wat ik wat minder vind is zo'n strook. Ik heb liever een knopje, maar het werkt op zich prima. Al met al vind ik hem van binnen erg geslaagd. Met de Polo zit je natuurlijk in het B-segment, wat kleiner segment is. Het is niet bedoeld als gezinswagen. Toch vind ik dat ze bij Volkswagen echt wel een ruime auto hebben gecreëerd. Qua breedte voelt het echt wel ruim aan, maar ook qua hoofdruimte zit ik goed. Qua beenruimte hou ik net niet over. Alleen ja, het zijn zachte wanden en het is prima te doen voor kleine ritjes. Daarnaast nog een 2-man USB-C aansluiting. Dus mocht je je telefoon willen opladen of met de laptop willen werken achterin, is dat ook mogelijk. En ook aan de achterkant zie je bij de Polo dat ze weer de verandering hebben doorgevoerd. Zo hebben ze ook hier de nieuwe lichtunits. Wel bekend de Volkswagen logo om de klep te openen. Dan heb je 350 liter aan bagageruimte. En verder is deze auto in 3 motoriseringen verkrijgbaar. Of ja, 3 verschillende pk-soorten. Dan heb je een MPI motor met 80 pk. Die raden we eigenlijk niet aan, hou je te weinig over. Dan hebben we een 95 pk waar wij vandaag mee rijden. Die is wel oké, maar wil je net wat meer pit, bijvoorbeeld met een DSG erbij die ze ook hebben, dan kun je beter gaan voor de 110 pk versie. Ben jij benieuwd wat deze auto per maand kost? Vul gegevens in de link in de beschrijving in en wij nemen contact met jou op. We'll be right back.